Het district Para en de stad Xianning in China zullen meer inhoud geven aan een stedenband die al 5 jaar bestaat. Districtscommissaris Armand Jurel van Para en burgemeester Wang Yuanghe hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend in Xianning. De DC haalde daarbij aan dat op landbouw, onderwijs, toerisme en handelgebied de samenwerking zal worden uitgediept. Para hoopt in de toekomst meer te halen uit ecotourisme en industrie. De ondertekening is een van de hoogtepunten tijdens het bezoek van een delegatie uit Suriname aan China. De delegatie wordt geleid door minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling en wordt in de eerste week van november in Suriname terugverwacht.